Ik doe eigenlijk al 17 jaar mee, maar deze dag is toch wel echt heel bijzonder als we toch de komst van de koning zo meteen verwachten. Hoog bezoek in Nieuw- en Sint-Joostland, want de koning komt. En dat zorgt voor spanning bij ringrijders en bij de paarden. Maar we rijden nu wel wat sneller door, zodat we ook het programma zeg maar, zo kunnen afhandelen zoals we het hebben voorbereid. Rond 1:30 was het zover. Koning Willem-Alexander arriveerde op het Kerkplein. Op het programma stonden onder meer uitleg over de Zeeuwse sport, een gesprek met ervaren ringrijders en het bijhouden van de puntentelling. Voor het publiek was het vooral leuk om hem nu een keer in het echt te zien. Ja, ik had gedacht dat hij wat groter zou zijn, maar dat is niet zo. En voor de rest ziet hij er heel vrolijk uit, dus prima. Je ziet hem altijd op tv, maar in het echt is het toch wel een beetje anders. Ik vind het cool, omdat zo vaak is hij niet in het gedeelte van Nederland. Omdat hij is meestal met zijn eigen werk bezig en is hij niet heel vaak hier. Ik had hem wel wat roder haar verwacht of zo. Ik denk wel over 3 uur staan, ja. Is het het waard? Ja hoor, vind ik wel. Het is toch hartstikke leuk en gezellig. Het is niet toevallig dat de koning vandaag Nieuw- en Sint-Joostland bezoekt. Want ringrijders en het koninklijk huis gaan al ver terug. Zo blijkt uit de geschiedenisboeken dat de koninklijke familie al in 1786 een bezoek bracht aan het ringrijden. Ook stapte koningin Juliana in 1960 in een sjees tijdens het sjeesrijden in Middelburg. En de laatste keer dat de familie het ringrijden bezocht was tijdens Koninginnedag in 2010. Vandaag bleef het bij toekijken voor de koning. Was u niet geneigd om zelf ook nog even het paard op te gaan? Nou, ik rij een ander soort paarden. Ik denk dat je hier heel goed voor moet oefenen voordat je het een keer echt doet. Maar misschien dat ik stiekem thuis in de tuin het een keer ga oefenen. Nog even oefenen dus. Genoten heeft hij in ieder geval wel. Hoe vond u het ringrijden? Ik vond het een prachtig mooi evenement. Heerlijk om te zien hoe iedereen bij het dorp hierbij betrokken is. Zoveel vrijwilligers, maar ook zoveel mensen die fanatiek ringrijden. En prachtig om hier op derde Pinksterdag te mogen zijn. 200 jaar van vereniging is toch een hele mooie manier om te kunnen vieren. 2, 1.